Ik ben Judith van Gelder. Ik vertel het verhaal van Max, Max van Gelder, voor na de oorlog. Stel je voor dat je een vader en een moeder hebt die iets heel heftigs hebben meegemaakt. De oorlog. De Tweede Wereldoorlog. Het meest verschrikkelijkste wat ze hebben mee moeten maken. Mijn moeder sprak wel over haar oorlog. Ze kon er makkelijk over praten. Maar mijn vader sprak er nooit over. Hij droomde wel. Dan droomde hij dat hij iemand doodgeschoten had, bijvoorbeeld. Kwam hij niet aan tafel. Laten we maar even, zei mijn moeder dan. Het is de oorlog. Best wel lastig een vader te hebben die met zo'n groot geheim leefde. Alsof er een stukje van de puzzel ontbrak die mijn familieverleden is. Ik was allang zelf moeder toen ik hem uiteindelijk heb gevraagd of hij mij kon vertellen wat hij mee had gemaakt in de oorlog. Hij zei toen, ik kan er niet over praten, maar ik zal het voor je opschrijven. Ik zal alles opschrijven wat ik nog weet, voor jou en je kinderen. En daarna wil ik het er nooit meer over hebben. En zo is het gegaan. Een week lang heeft mijn vader zitten schrijven. Iedere dag. Uit zijn werk. Anderhalf uur lang. Kapot was hij dan. Dan moest hij stoppen. Na die week kreeg ik zijn verhaal. Eindelijk op een paar A4'tjes in handen. Ik was hem er zo dankbaar voor. Ik heb het gelezen en weggelegd. 25 jaar later voelde ik de behoefte om zijn verhaal nog een keer te lezen. Het duurde even voordat ik dat ook echt ging doen. Want als je een keer iets gelezen hebt, dan heb je dat onthouden in je hoofd. En je bent bang dat het anders is als je het herleest. Ik heb het gepakt, gelezen. En toen heb ik het ook aan mijn man laten lezen. En aan mijn dochter. En zij zeiden allebei, Judith, dat moet je niet laten liggen. Vertel het. Vertel het verhaal. Hoor je dat geluid? Dat is Jo, de tante van mijn vader. Mijn familie, mijn vader, zijn broertje, mijn opa en oma en drie tantes zitten hier al maanden. Tante Jo loopt de hele tijd heen en weer, op en neer en op en neer, om gek van te worden. Stel je voor dat ik mijn vader ben. Ik ben 13 jaar en ik zit al 2,5 jaar niet meer op school. Begrijp maar half waarom.
Het heeft ermee te maken dat ik uit een Joodse familie kom. Dat heb ik wel begrepen. En op een dag, begin mei 1943, hebben we een oproep gekregen. We moeten duiken. Zo noemde mijn vader dat. In 4 avonden tijd hebben we al onze spullen naar bevriende overburen gebracht. In het stikkendonker. Straatverlichting was er niet meer. Mijn familie behoorde tot de allerlaatste die weggevoerd werden, gedeporteerd naar het oosten. Omdat mijn vader werkte voor de Joodse gemeente. Hij was beheerder van de shul. Na 4 dagen zijn we ons eigen huis uitgevlucht. En nu wonen we in een klein kamertje met z'n 7. 2 jaar lang spelletjes doen, schrijven en vooral heel stil zijn, zachtjes doen. Altijd maar zachtjes doen, om gek van te worden. Ik vouw vaak vliegtuigjes van de stukjes wc-papier die we krijgen. Als ik weer naar school ga, ga ik heel erg mijn best doen. Want ik word piloot. En weet je, er valt een spleetje licht door het gordijn. En na 127 dagen weet ik precies hoe laat het is. Tussen 2 en 3 uur 's middags. Ik ben een lichte expert. Ik weet precies hoe laat het is. Moet je je voorstellen dat je na 2 jaar in een klein donker kamertje hebt gezeten met 7 mensen. En dat je dan alsnog verraden wordt. Met de loop van het geweer in onze rug geduwd moesten we gaan lopen. Over de keien. Moet je je voorstellen dat je 2 jaar bijna niet bewogen hebt. Nou, je knieën hebben er geen zin meer in. Behalve tante Jo. Halt! Stehen bleiben! We werden gedwongen om te gaan kijken naar een stapel dode mensen. Ik tel 10 lijken. Even later. Halt! Stehen bleiben! Weer werden we gedwongen om te kijken. Ik tel 10 dode mensen. In de gevangenis aangekomen werd mijn vader ondervraagd en mishandeld. Ik zie hem instorten. Totaal in de war zitten we nu te wachten op transport naar het oosten. Ik zie dat hij de riem uit zijn broek haalt, om zijn nek doet, gaat staan op het bankje en zoekt een plekje. Niet doen, pa. Niet doen. Gelukkig. Hij stapt van het bankje en komt naast me zitten.